toch. Maar je wil een schat bij 9 jaar. Maar hier doet hij hele goede zaken. En houd dat touwtje vandaag in de gedachte, jongen. Want je zit er gewoon heel goed bij. Dan ga ik kijken naar Appel en Ammons. Sprak weer met u. Ook hij doet dus goede zaken. Dat is niet goed, man. Plek in de Puma, tweede plek daarvoor. En concreet op Broek waar het rijtje compleet. Met Bloop van we zagen het kappen nog wel weinig weer aan, hoor. En Pech nummer 1, Las Weinig in dit geval. Plaat 83, hij zegt gelukkig aan daar op die tweede positie. We zien daar nog weer op de baan, we kijken naar de vaart. Hij zit weer op kop, hoor. Ja, dat is natuurlijk Rob met Poesico. Ja, nu wordt je derde eentje, jongen. Dus jou gaan we zeker tussen in die halve finale. Maar Weinig is in afkomst, hoor. Hij wil een keer die eerste plaats afzoeken van Poesico. En dan is hij aan het doen, hoor. Ah, Poesico is hem inmiddels kwijt. En dan is het toch weer die Las Weinig, hoor. Die volgens mij nog een titel is te pakken. Ja, tijdens team voor de eerste PK. Heeft Poesico nog terug. En dan gaat hij plukken. Bijna van de meeste punten verloren hier. En wij kijken nog even naar plek nummer 3. De man van de Spartanen.